Ja, nou, we zijn allemaal jou. Ik zag op een filmpje dat je twee keer achter elkaar een lekker band had. En dan zit je gewoon maar heel vrolijk weer. Ja, 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 je kunt toch niet met een lelijk gezicht elke keer die band zitten plakken. Je moet een beetje de moed erin houden. Want ik heb het aantal lekke banden bijgehouden. En? Ik denk volgens mij in de 70 iets. Ja. Over 2 jaar? 2 jaar. Ja, maar ik vind het toch een behoorlijk aantal. Nou, dat vind ik ook. En ik vraag me ook af, waar, als nou bijvoorbeeld een band echt helemaal kapot was, waar, kon je dan zomaar overal... In Afrika is het soms wel lastig om een band te vinden. Zeker deze maat. Af en toe had ik dan een extra band bij, achter mijn fiets. Maar ja, goed. Eén keer was mijn band zo versleten dat de binnenband eruit kwam aan de zijkant. Maar toen was ik gelukkig dicht bij Nairobi, waar ik een nieuwe band kon kopen. Maar zeiden ze nergens onderweg van je moet die man arresteren, want die is helemaal gek? Ze zeiden wel dat ik gek was, maar ze hebben me niet gearresteerd daarvoor. hoe vind je het welkom? Want volgens mij staan er wel een paar. Ongelooflijk, ja. Ja, had ik niet kunnen durven denken, ja. Heb jij vaak, nou even een hele intieme vraag, dat kan makkelijk, hè, we zijn onder elkaar. Ja. Heb jij vaak aan huis gedacht? Ja, wel vaak aan gedacht, maar niet echt gemist, meestal toch. Moeder. Maar zou jij, als ik nou tegen jou zou zeggen, zal ik volgende week, zullen we het dan ook eens gaan doen? Zou je het nog een keer doen? Ja, ik zou het nog wel een keer doen, ja. Misschien niet volgende week, misschien ook niet volgende maand, maar ja, ik moet zeggen, het is wel een verslavende manier van reizen. Ga je dit nu uitbaten, dat je zegt, ik ga reisprogramma's maken of wat dan ook? Ja, bij Camper TV, hè? Ga je een reisprogramma maken? Ja, tuurlijk, ik heb al reisprogramma's gemaakt tijdens mijn hele reis, heb ik alles al redelijk goed vastgelegd. Ik heb het gezien dat je jou zag fietsen met een drone erboven. Hè? Dat is toch wel knap hoor, dat je en die drone bestuurt en ook nog de weg. En er waren af en toe lekkere stukken weg bij. Hè? Ja, goed, er zit een functie op dat de drone jou kan volgen. Dus dan hoef je hem niet te besturen terwijl je op de fiets zit. Hoe trots zijn jullie wel niet? Ja, we zijn heel trots, maar het is ook wel moeilijk geweest. We zijn nu hartstikke blij, ja, en trots, maar ja, we zijn wel eens anders geweest. Hij ging eerst naar de Noordkaap, zeg maar, en dan zat hij eigenlijk een beetje in Europa en dat was allemaal wel vertrouwd. Maar op de Noordkaap besloot hij ook nog om naar de Zuidkaap te gaan. En dat betekent door Afrika, en dat is voor ons ook een onbekend gebied, zeg maar. De verhalen zijn niet altijd positief. Dus daar hadden wij wel een beetje meer... Meer angsten. Angsten, ja. En er is ook, hij is in Sudan ook beroofd van zijn geld en zijn paspoort. Ja. Dus toen zat hij echt wel in zak en as en dat was voor ons ook al heel moeilijk. Toen hebben we even geprobeerd of hij naar huis kwam, maar hij heeft alles doorgezet. En heeft alles ook zelf weer georganiseerd, dat hij alles weer terug had. Paspoort, weer een nieuwe bankpas, cash. En hij is doorgefietst. Dus we zijn super trots. Hij heeft laten zien hoe sterk hij is. Hij heeft een super sterk karakter. Dus nou ja, dat is ons product, zeg maar. Maar ja, we zijn blij dat hij thuis is. Waar eten jullie vanavond? We laten het maar een beetje gebeuren. Maar vanmorgen, daar heb ik wel gevraagd, maar dat ging niet vandaag. Vanmorgen staan er pannenkoeken op het programma. Oh, wel leuk. Dat is op zijn verzoek. Eten we morgenavond pannenkoeken. Hey, ik wil jullie ontzettend fijne dagen wensen, want je zal heel erg blij zijn. Maar het zal wel even een tour zijn om dat binnen te krijgen. Ja. Wat er allemaal gebeurt hier vandaag. Hè? Ja. Fantastisch. Superleuk dat jullie er waren. Oké. Okay. Ja, fijn. We hebben twee zware jaren gehad. We zijn allebei trots op onze kleinzoon. Het is van niet te geloven, maar het is toch wel een beetje ondeugend ook, hè, dat hij zo lang weggaat.
Dat zeker. Ja, maar ik vind jonge mensen moeten hun idealen nastreven. Dat klinkt goed, zeg. Dat klinkt goed. Maar dat is ook. Ja, maar je zegt dus niet van we moeten het naartoe met die jeugd van tegenwoordig? Nee, natuurlijk niet. Die is ook goed. Waarom niet? Jeugd van tegenwoordig is net zo goed als die van vroeger, maar op een andere manier. Ja, maar 60 jaar geleden zei mijn grootmoeder al, waar moet het naartoe met een jongen? Ja, maar ja, dat is van alle tijden. Maar je bent trots en daar mag je ook terecht trots op zijn. En is het zo'n avontuur altijd geweest? Ik paste op toen hij ook klein was, weet je wel, vader en moeder werken. En toen was hij zijn hummeltje en toen zei, oma, ik wil de wereld zien. En liep de tuin uit. En het is gelukt. Hartstikke goed. Dat zei hij toen al. Dat zei hij toen ik, al. Ik wil de wereld zien. En wat dacht jij dan op dat moment? Ja, dat zal wel. Niks, want hij was nog maar zo'n hummeltje. Ik denk, zie wel. Maar heeft het waar gemaakt? Ik denk er nou wel vaak aan. Ja. Van, ik wil de wereld zien. Heeft hij de wereld? De visie had. En dat wij het nog mee mogen maken, allebei.